Het zuiverende water. Dana Winder laat opnieuw van zich horen tijdens Rimpelrock in Hasselt. Jan Schepers verbijt zijn rugpijn tijdens de repetities van de musical Camelot. En Bart Peters geeft het optreden van zijn leven op de Oude Markt in Leuven. Heel goeie avond, welkom bij de Rode Loper. Lang geleden dat we nog eens iets van Dana Winder hebben gehoord. De Limburgse zit de laatste tijd met haar theatertournee vooral in Nederland. Zaterdag drukte ze haar Belgische fans nog eens tegen haar hart. Dana stond al voor de vierde keer op Rimpelrock in Hasselt als de enige echte koningin van het seniorenfestival. Ik heb de dag op mij laten afkomen, omdat ik wist dat er heel wat dingen gepland stonden, interviews, tv. Dus ik dacht van, laat de planning maar komen en ik volg gewoon. Ik bedoel, dit is mijn job en dan weet je dat je deze dingen ook moet doen. Maar ik doe dit met ongelooflijk veel enthousiasme en plezier, omdat ik doe mijn job ook heel erg graag. Het is niet de eerste keer dat je hier staat. Het is ondertussen de vierde keer. En van ja, het is wel prettig dat ik eigenlijk met de fiets naar hier kon komen als ik wou. Ik heb een speciale band, dus de vierde keer dat ik hier sta. Je voelt wel dat dat leeft. Dat is toch wel een... Ik bedoel, dat is een jaarlijkse traditie geworden. En mensen willen er gewoon bij zijn om ervan te kunnen genieten. En ze krijgen hier natuurlijk een ongelooflijk aanbod aan artiesten van 11 uur 's morgens tot 's avonds. Je boekje, krant, je sigaret. Je warme sofa naast ons bed. Je voelt dat Free iemand is die ook actrice is, ook die opleiding heeft gehad, die heb ik absoluut niet gehad. Dus bij mij komt het echt, ik moet echt op mijn buikgevoel werken, omdat ik ook die opleiding niet heb gehad. Ik heb ook al heel veel nummers gedaan van Anne Christie en dat is een eer om dat te kunnen en te mogen doen. Maar dat is niet iedereen gegeven die dat kan doen en zij doet het wel op een ongelofelijke manier. Vreemde man. Voor ik opging was ik eigenlijk niet meer zo nerveus. Het was eigenlijk een beetje ervoor, omdat je dan denkt van ja, qua geluid moet ik me geen zorgen maken. En dat vind ik eigenlijk al een ongelooflijke ontlasting. Ik vind dit heerlijk om te doen, maar ik vind het ook zo fijn om in theaters te staan. Want daar speel je eigenlijk voor 500 of 1000 mensen en die komen alleen voor jou. En dat moet eigenlijk een ongelooflijke wisselwerking hebben in dat zaaltje en een stuk voor jezelf blootgeven. Dat gaat hier niet. Hier is het een stuk van massa bijeenkomst waar dat mensen gewoon ambiance willen hebben en zich willen amuseren. Mensen die hier het eerste jaar zijn geweest, die hebben gewoon tegen hun buurman of tegen iedereen gezegd van kijk, ach, je moet daarbij zijn, want dat is toch wel een heel speciaal gebeuren. En iedereen wil daar nu ook voor een stukje wel bij zijn. Gewoon omwille van de sfeer alleen al, denk ik dat je hier wil bij zijn. En met zo'n zonovergoten kiwi zoals we hier zitten, ja, denk ik dat het alleen maar een kers op de taart is. Waar